kinderen van basisscholen gratis laten sporten onder professionele begeleiding. Dat is het doel van het buurtsportproject dat vrijdag officieel van start ging in de wijk Ruwaard in Os. De openingshandeling was bij Sterrenschool Polster aan de Staringstraat. Kinderen konden daar een partijtje voetballen tegen medewerkers van de instellingen die het project mogelijk maken. Dat zijn de gemeente Os, Brabant Wonen, de Wijkraad en het Sportexpertisecentrum. Maar er konden ook meteen andere sporten worden uitgeprobeerd. Tijdens de bijeenkomst werd het idee achter het buurtsportproject uitgelegd aan de kinderen, ouders en andere geïnteresseerden uit de wijk. Het project wordt op verschillende schoollocaties uitgevoerd.